De personages in de film, Bodies, zijn echt continu heel erg bezig met hoe ze overkomen op andere mensen. En hoe ze zijn in de ogen van andere mensen. Is dat ook iets wat je van aan zelfkritiek daarin hebt, dat je daarmee in de film hebt gestoken? Jazeker. Dus ik denk dat we leven allemaal in deze tijd. Natuurlijk gaat de film over Gen Z, whatever dat dan ook is. Want een generatie denk ik altijd, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Wat definieert nou een generatie? Maar voor mij gaat de film vooral over deze tijd ook. En dan daaronder nog eens over groepsgedrag en groepsdruk en erbij willen horen. Hopelijk, als iemand deze film zou zien over 100 jaar, spreekt die ook nog aan. Ja. Hè? Dus, maar zeker een heel groot onderdeel van deze tijd is natuurlijk dat vroeger was je als acteur, had je iets heel bijzonders, want je groeide op voor een camera en dus was je meer met je uiterlijk bezig en was je altijd angstig van hoe zie ik er eigenlijk uit en was je er heel bewust van. Maar nu groeit iedereen op voor een camera. Ja. En dat maakt gewoon dat we allemaal constant heel erg naar onszelf kijken en bezig zijn met hoe we overkomen. En de vraag is, wat voor gedrag levert dat op? En ook al is mijn film natuurlijk een hele lichte rollercoaster en hopelijk vooral vermakelijk, zit daaronder zeker een laag van kijken, bekeken worden. En ook op het moment dat de wifi uitvalt, komen de demonen eigenlijk. Hè? Dus de wifi is bijna belangrijker dan zuurstof. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, dat moment dat je je telefoon kwijt bent of hij valt kapot op straat, de paniek die er dan soms kan ontstaan en daarna ook de bevrijding. Mm-hmm. Maar in eerste instantie denk je, hoe moet ik mijn dag door, maar iemand te bedenken. En dat concept, ja, dat is zeker zelfkritiek. Ik bedoel, ik ben een totale telefoonjunk en het is door de film. Ik had gedacht, de film gaat mij helpen om ervan af te komen. De film maakt het alleen maar erger, want ik wist niet zo goed wat TikTok was. Ik moest natuurlijk op TikTok voor research. Nou, anyway. Dus het is nu helemaal lost. Maar ja, zeker. De film is eigenlijk, ze noemen dat in Amerika een cautionary tale. Dus een waarschuwend verhaal over, kijk nou eens een keer elkaar gewoon aan zoals wij nu zitten live in een ruimte samen. Dat is bijna uniek. Hè? Ja. Normaal zouden we dit op Zoom doen. Nou, er zijn nog steeds een hoop mensen omheen. Nog steeds een hoop mensen omheen, maar we zijn in ieder geval kijken elkaar in de ogen en we proberen te communiceren. En dat is wat in mijn film niet gebeurt. Ja. Je hebt oorspronkelijke verhaal gehad van Kristen Rupanian, vervolgens aangewerkt met Sarah Delap. Ja. Wat waren de dingen uit het originele verhaal waarvan je dacht, dit trekt me al aan en wat heb je er nog aan toegevoegd? Dus wat me heel erg aantrok aan het origineel was het spel. Dus het spel wat we hier maffia noemen, of sommige mensen noemen het moordenaartje of werewolven. Dat deed ik ook vaak met mijn vrienden en dat creëerde ook altijd zulke heftige omstandigheden. En vooral voor mezelf, want de jongens in mijn vriendenkring, sommige waren er super goed in. Maar ik was altijd een beetje de Emma die in de film die zei, laten we het nou niet doen en oh, er komt weer gedoe. Maar dan 2 weken later gingen we het toch weer doen. Dus dat sprak mij aan, de psychological warfare die dat spel zou kunnen oproepen. Dat leek mij te gek. Ja. En dan in een afgesloten omgeving, 1 locatie, wat heel erg aan toneel doet denken. Mm-hmm. Dus daar voel ik me thuis. En Instinct, mijn eerste film, is eigenlijk ook bijna 1 locatie, allemaal in de gevangenis. Dus die simpelheid daarvan. Maar mijn grootste vraag was, is de killer in je of buiten je? Ja. En dat vond ik op een dieper niveau een interessantere vraag dan een soort detective of een soort monster onder het bed of een geest of een seriemoordenaar. En ook misschien iets wat meer te vertellen heeft. Ja, en ik wilde dat hele idee dat ik had, waarop ik ook heb gepitcht aan A24 van, het is Lord of the Flies meets Mean Girls. Het gaat over groepsgedrag en ze zitten in een pressure cooker en ze kunnen niet weg. En dat alles wat ik doe of ook heb gedaan als actrice gaat natuurlijk over wie zijn we als mens en wat drijft ons en zijn we beesten of zijn we beschaafd? Ja. En daar gaat deze film voor mij ook heel erg over. Er zitten al best wel wat basisideeën in, maar de film voelt ook best wel natuurlijk en dat komt volgens mij ook wel door heel erg veel workshoppen met acteurs. Dus hoeveel zou je zeggen van de film is uiteindelijk tot stand gekomen door juist met mensen uit die leeftijdsgroep aan de slag te gaan? Ja, ik denk dat het heel erg een balans is, want mijn grote voorbeeld is door Ivo van Hoven Cassavetes en hij heeft ook die stijl dat je denkt alles is geïmproviseerd, maar uiteindelijk was ook heel veel gescript. Onze schrijfster Sarah Delap is echt een geniale playwright, toneelschrijfster, heel jong zelf, dus dat hele taalgebruik, dat kleeft ook heel erg aan haar. Dus op de pagina was het al echt muziek, alleen ik wist gewoon, ik wil een geloofwaardige vriendengroep neerzetten. Dan moet ik ook vanuit die acteurs werken. Als ik het hun alleen maar ga opdringen, ik ben zelf acteur, dan gaat het toch geforceerd klinken. Dus we hebben hele specifieke, we hebben ten eerste tegen ze gezegd, leer je tekst alsof het toneel is. Iedereen moet zijn tekst echt in en buiten kennen. En ook elkaars tekst, want een groepscène met 6 mensen is heel moeilijk. Want het is, kijk, als wij gewoon een dialoog doen, dan weet ik, oh, nu moet ik, dan ben jij. Maar met al die stemmen. Dus ze waren ontzettend goed voorbereid. Echt heel grondig. En we hebben heel veel gerepeteerd. En
daardoor konden we ook op het moment loslaten en zeggen, kijk, en nu mag je een take doen waarin je improviseert. Of ze kwamen 's ochtends aan het ontbijt al aan mij ideeën voorleggen. En daar werden ze natuurlijk, kijk, als jij tegen acteurs zegt, we gaan samen deze film maken. Het is ook echt jullie verantwoordelijkheid dat deze film wordt wat die gaat worden. We doen het samen. Dan voelen mensen zich veel meer serieus genomen en gaan ze ook harder werken, worden ze geïnspireerd, krijgen ze betere ideeën. En dat hebben we bij dit heel erg gedaan. Dus het is ook echt hun film geworden. Ja. En heb je ook een film die aan de ene kant best wel Gen Z, maar ook de Amerikaanse cultuur behoorlijk op de hak neemt, maar ook echt heel duidelijk voor hun bestemd is. Tenminste, zo van de stijl zit dat er heel erg in of zo. Hoe zoek je naar een balans daarin? Dat je eigenlijk zegt van, je geeft iemand een plaagstoot en tegelijkertijd zeg je van, kom hier naartoe. Ja, deze film was echt nog meer dan instinct, veel meer, nog meer een balancing act. Dus voortdurend moest ik in de gaten houden, terwijl ik ze aan het regisseren was, zat ik natuurlijk ook in een soort van wiskundige puzzel met de murder mystery, wat het ook gewoon is. Want je moet ook, het heeft ook iets van Knives Out, hè. Je moet je niet om het daarmee te willen vergelijken, want in alle nederigheid natuurlijk, maar het is wel een Agatha Christie. Dus je zit voortdurend op een soort wiskundig plot, puzzel level te denken als maker. En dan wil ik mijn eigen stijl, die zo heel organisch is en sensueel en dierlijk en seksueel, die wilde ik ook meenemen. Dus dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Want aan de ene kant zeg je tegen ze van wees vrij en het moet allemaal heel natuurlijk zijn. Maar aan de andere kant heb ik natuurlijk bepaalde blikken nodig en bepaalde handelingen waardoor je mensen gaat verdenken. Dus dat vond ik het toffe eraan, maar ook het echt, ik lag wel echt wakker. Ik heb bijna niet geslapen tijdens die opnameperiode, omdat ik samen met Jasper, de cameraman, dat voortdurend in de gaten aan het houden was, zonder de acteurs daarmee lastig te willen vallen. Dus het is een hele erg balancing act geweest. En ook tussen, als er een grap wordt gemaakt, moet je daarna de tension weer erg opbouwen. Ja. Want een grap is altijd ontspanning. De hele zaal lacht en je denkt, oké, nou, whatever. Maar dan moet je daarna toch weer het publiek meenemen. Ja, maar wie heeft het nou gedaan en waar is nou de killer? Dus maar dat is natuurlijk ook superleuk om dat allemaal tegelijk te moeten doen. En ook iets wat heel erg de film maakt is bijvoorbeeld de aankleding. Dus alleen al de kleding zelf en de requisieten, et cetera. Ja. Veel felle kleuren, maar ook de muziek heel erg. Waar was je vooral naar op ziek toen je die dingen aan het uitzoeken was? Ik zei, ik wil gewoon een film maken dat ik trouw blijf aan mijn eigen Europese makershart. Namelijk dat die de camera heel eerlijk en rauw alles registreert. En niet in gelikte beelden. Maar ik wil wel dat de film een soort pop-art gevoel heeft. Ik noemde het zelf, om mensen te overtuigen, trashy. Ik zei dat het wees niet bang als je met mij gaat werken aan dit project. Iedereen moet trashy zijn. Of je nou de composer bent. Want mensen willen heel graag een artistiek ei leggen. Zeker als ze met mij werken. Want dan zeg ik, ja, maar die vrouw komt uit een arthousehoek. Ik zei, nee. Ik wil trashy. Ik wil gewoon het lelijke, het rauwe, het Berlijn. Het, weet je, ik zei, kijk naar Run Lola Run. Of weet je, dat soort dingen probeerde ik de hele tijd. Ga kids kijken. Neem de smerigheid, de gorigheid. Dat vond ik leuk. Dat wilde ik graag. En dus aan de ene kant wel die neonkleuren en dat hele, die poppy vibe. En het water is blauwer dan blauw. En de zon is mooier dan mooi. Maar als het donker wordt en de wifi gaat uit, dan is het gewoon alleen nog maar rauw. En ja, daar was ik gewoon heel erg naar op zoek. En ook hoe we hun in beeld brengen. Het zijn natuurlijk prachtige wezens allemaal. Maar ik wilde niet ja, alleen maar het mooie vernislaagje laten zien. Ik wilde juist ook echt als ze schreeuwen, als ze janken, als ze dat het met kwel en snot en tranen. En dus zo, ja, daarin hebben we ook gezocht naar een balans. Nou, afsluitende vraag dan. Wat is de laatste keer dat je op je telefoon hebt gekeken? En letterlijk vlak terwijl jij hier al zat. Nee, niet eens opgemerkt. Nee, dus ik ben echt vreselijk. Ik probeer nu echt wel te denken, oké, niet in bed of niet. Maar zelfs dat vind ik heel moeilijk. Ik, doordat ik veel jetlags heb, omdat ik zoveel reis, dan vind ik het toch heerlijk als ik 's nachts wakker lig om nog een artikeltje in de New York Times te lezen. Maar het is gewoon niet goed voor je. Nee. Maar goed, dus ik ga misschien toch nog maar een keer de film kijken. All right. Heel erg bedankt voor het interview. Dankjewel.